Dag vlog. Dag vlog. Dag vlog. Oh. Goedemorgen. Ja. Nu hebben we net ontbeten. We hebben boterhammetjes gesmeerd. Want we gaan naar... Plopsa. Elias had het idee om gewoon een grote fles water mee te nemen. We gaan naar... Plopsa. Yay! We zijn nog steeds in Plopsaland en we gaan dit doen. Dat is het plan. Wie heeft er stress? Heb je hoogtevrees? Ja. Ik ook. En jullie niet? Nee. Oké, buddy. Dag vlog. Hey vlog. Wij gaan zwemmen in de zee. Zij gaan zwemmen. Ah ja, zij gaan zwemmen in de zee en wij gaan kijken. Hé, Nina en Sophie. Ja. Ja. Echte diehard. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat was het. Dag vlog. Ja. Wij zitten met de voetjes water, in het water. Gezellig. Ja. De dames ja, zo is, zijn ergens daar. Wacht, kunnen we inzoomen? Ah, wacht, dan moeten die draaien zeker. Daar zijn Nina en Sophia aan het zwemmen. Oh, wauw. Oei, dat is het heel schokkerig. Ja. Dag vlog. Dag vlog. En welkom bij X on the Beach. Daar komen onze twee nieuwe exen. Oh, oh, is het jouw ex? Is het mijn ex? Wie weet, oei, oei. Haar schoen zit niet goed. Is het die van jou of is het die van mij, Elias? Denk die van u. Ja, ik het ook. Oei, nee, dat zijn andere exen. Ja. Zo, dit was X on the Beach. Bonjour, vlog. Nous sommes en France. Ah, maar oui, oui, c'est vrai. La douce France. Ah, oui. Au revoir. Oei, ah ja, dag Flo. Hey. We zijn in de woestijn. Kijk. Zand. Anders zit je wel al in de woestijn geweest. Ja. Het glijdt. Glijdt het? Ja, dit boot. Maar het is zo'n boot dat het lijkt op een glijdt. Ah ja. Of het is een illusie. Wordt dat geprijsd voor YouTube? Hop. Ja. Dag vlog. Dag vlog. Wij gaan naar het strand. Kijk, oh, wat, sorry. Kijk hoe mooi. Oh. Wauw. Maar wauw. Dat heb ik nog nooit gezien. Damn, kijk daar rechts. Je moet van rechts beginnen kijken. Oh. Damn. Ja, dag vlog. Goedemorgen vlog. Dit is onze... Het is bijna 2 uur. Ah, goedemiddag vlog. Ja, het lijkt morgen. Ja, we zijn ook nog maar 2 uur wakker. Ja, inderdaad. Dit is onze laatste volledige dag. Ja. Oh. En we zijn onderweg voor de eerste keer voor ons naar het strand en het centrum en zo. Hè? Ja. Leuk, hè? Ja. Dag vlog. Dag, dag vlog. Dag.
zijn op het strand en kijk eens. Wow. Hey vlog. Hey vlog. En in de pannen hebben we ook koffiekoeken besteld voor morgen. Om onze proclamatie te vieren. Want morgen gaan wij afstuderen. Gaan we ons diploma in ontvangst nemen. En, maar we zijn dus nog hier. En we moeten vroeg opstaan, opruimen. Om dan te zien dat we op tijd thuis zijn. Om te oefenen voor een proclamatie. Want dat zijn dingen waar je voor moet oefenen, blijkbaar. Blijkbaar. Vlog. Het is maandag 27 juni en wij gaan naar huis. Het is 9 uur in de ochtend en ik ben totaal niet wakker, voor moest je het nog niet horen. Maar we moeten heel het appartement opruimen en met de trein terug naar huis en zien dat we op tijd zijn voor onze proclamatie. Voor de oefening van de proclamatie. Sophie heeft buiten de tafel gedekt. Wat is de tafel? En leg eens uit hoe we gaan ontbijten. Het goede nieuws. Ah ja, het prachtige nieuws is dat wij om voor de laatste dag de eer hebben gekregen tot een prachtig achtergrondgeluid. Dus dat is de setting waarin we ons laatste ontbijtje zullen hebben. Welkom op de trein. We zijn onderweg naar huis. We hebben het gehaald. Dus we gaan aanwezig zijn op onze proclamatie. Misschien. De trein gaat een beetje rijden. Ah ja. En dan waren we aan het opruimen. En ik was de tuinmeubelen aan het opvouwen. En ik doe de tafel los en dat valt zo op vanzelf. Hè. En ik had het dus niet goed vast. En die tafel klapt dicht met mijn vingers daartussen. En ik maar heb nog nooit zoveel pijn gekend in mijn leven. Dat is ook weer niet waar. Maar het was zeer intens. Een hele tafel. En nu heb ik een bloeduitstorting. Bloeduitstorting? Dit is mijn bloeduitstorting. En hier is er ook een kleintje. Ja. Ik heb geen bloeduitstorting. Ik hoop niet. We zijn op onze overstap in Sint-Niklaas. En we hebben onderweg een mail gekregen dat één... De oefening van de proclamatie is afgelast, want de deliberaties zijn uitgelopen. Dus zijn we opgestaan vroeg in de ochtend voor saus. En nu zijn we hier. En we moesten een uur wachten op onze overstap, op onze aansluiting. Wat sowieso al kakjes. Nu komen we hier toe. Wat zien we staan? Rijdt vandaag niet. Dus de joke is on us. We waren nooit geraakt. Oh. En wij zeggen, die oefening gaat niet door. Eerst die oefening uitleggen, dan zeggen, ik ga niet door. En dan niet geraakt. Oh, terug. Wauw. Kijk, Nina en Sophie daar. Oei, waar zijn ze? Ik vind ze niet. Waar zijn die? Daar, hè. Ah ja, daar, hè. Nina en Sophie. Amai, wat een kleine zwarte puntjes. Wat gezellig. Ja, dag vlog.